De laatste weken werd de positie van het vak geschiedenis binnen het voortgezet onderwijs veel besproken. Een aantal docenten zijn van mening dat het vak langzaam naar de achtergrond verdwijnt, omdat geschiedenis bijvoorbeeld gedeeltelijk wordt behandeld bij vakken als burgerschap of maatschappijleer. Docent van de HBO-opleiding Leraar Geschiedenis vindt de samenhang van vakken juist positief. Connectie met de andere vakken eigenlijk noodzakelijk is om geschiedenis te behouden. En ik vind het ook te makkelijk om te zeggen als een historicus, om te zeggen ja, geschiedenis is het belangrijkste vak, dat moet gebeuren. De geografen zullen hetzelfde zeggen, de mensen van maatschappijleer of de sociale wetenschappen, die hebben ook een net zo belangrijk punt. En ik denk dat juist de mix van die dingen, die laat aan leerlingen zien hoe onze wereld in elkaar zit. Meer dan 60% van de Nederlandse scholieren zit in het VMBO. Een klein aantal daarvan heeft het vak geschiedenis als eindexamenvak. Daar is veel kritiek op, omdat de zorgen bestaan dat de jeugd van tegenwoordig te weinig op de hoogte is van onze geschiedenis. Voor de studenten op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen betekent het dat ze moeten leren om hun lesstof zo goed mogelijk af te stemmen op de scholieren. Nou, de uitspraak de jeugd van tegenwoordig is al uit de oude Griekse tijd. Dus er is altijd een oudere generatie die kritiek heeft op de nieuwe generatie dat ze te weinig weten. Dus ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen dat men tegenwoordig niks meer weet. Als je weet dat iedereen in de bovenbouw nog een keer geschiedenis krijgt, of nog een aantal jaar geschiedenis krijgt, dan ga je de onderbouw ook anders inrichten. Als je weet in HAVO-VWO dat de helft al die tijdvakken nog een keer gaan krijgen, dan leg je een grove kapstok aan en dan weet je dat daarna nog meer details volgen. En ook qua historisch redeneren probeer je een aanzet te geven en je weet dat er nog een vervolg komt. Bij het VMBO weten we nu dat er geen vervolg komt. Dus elke les die je geeft in twee VMBO, na twee VMBO, houdt het op. Krijgen ze wellicht nooit meer geschiedenis of mensenmaatschappij. Dus dan heb je een hele andere inhoud. Op het Montessori College in Nijmegen geven ze op het VMBO het vak talent en oriëntatie. Als ze binnenkomen in klas 1, dan krijgen ze 3 uur in de week talent en oriëntatie. En dat is een combinatie tussen geschiedenis, aardrijkskunde en economie. En sinds 10 jaar is het dus een gecombineerd vak. Vind ik zelf beter, omdat je moet leerlingen laten zien dat alles met elkaar te maken heeft. En veel aardrijkskundige of economische onderwerpen, die hebben ook met geschiedenis te maken. Noem maar wat, de beurskrak van 1929 heeft historisch heel veel teweeg gebracht. Dus economie, gecombineerd met geschiedenis. Dus om te laten zien dat alles in de wereld om en heen met elkaar te maken heeft, vind ik het beter dat het in het VMBO op deze manier wordt aangeboden. We gaan nog zien welke positie het vak geschiedenis in het onderwijs krijgt. Begin 2023 wordt bepaald of het proces van het herziene onderwijscurriculum op koers ligt. Dan worden de kerndoelen voor de onderbouw van andere leergebieden bijgesteld.